kreeg mijn moeder weer bericht van, nou ja, weer gespijbeld, zoveel uur op die dag, zoveel uur op die. En mijn moeder die dacht echt, nou, dat kind is echt aan het snuiven in het fietshok of zo. Nou, ik lag gewoon in bed. Ik had gewoon een frikandel gegeten bij de snackbar en daarna ging ik gewoon liggen. Hallo, binnen, welkom. Leuk dat je er bent, je mag daarin. Yes. Hoi, ik ben Monica Geuze en dit is mijn Vice interview. Ik was vrijdagavond uit geweest en ik was sinds 7 jaar weer in de Jimmy Woo geweest. Ik voelde me helemaal weer 19. Dus ik ging ook zuipen alsof ik 19 was. Ik heb echt bako's gedronken, shotjes Hennessy. Nou, wie bedenkt het? Ik voelde gewoon de volgende dag mijn hersenen prikken. Toen dacht ik echt, ja, dit ga ik gewoon echt niet meer doen. Nou, het erge is dus, het leek alsof de tijd daar stil had gestaan. Maar er waren dus alleen maar nieuwe mensen. En ik zit dus tegenwoordig op TikTok. En op TikTok heb je een hele jonge generatie met allemaal nieuwe creators. En ik vind die mensen geweldig, want ze zijn jong en creatief. En ik haal er helemaal inspiratie uit. Die hele TikTok-clan was daar gewoon. Dus ik was en starstruck, want ik dacht, oh mijn god, ik vind jullie fabulous. Toen kwam er dus een meisje naar me toe, waar ik fan van ben op TikTok. En toen zei ze, oh mijn god, zo leuk om jou te zien. Jij was echt mijn teenage crush. En toen dacht ik, teenage crush? Ik ben ook gewoon nog een jonge meid van 27. En ik sta gewoon in de Jimmy Woo. Die is eerder van mij dan van jou. Weet je ook nog echt, nou nee, dit kan echt niet. Dus toen voelde ik me echt ineens 80. Dus toen heb ik ervoor gekozen om ook wel op een gegeven moment naar huis te gaan. In plaats van nog de bubbels in te duiken of zo, weet je wel. Maar het, ja, confronterend. Gewoon echt mijn bed. Als ik in bed lig, ben ik zo gelukkig, dat is echt niet normaal. Het moment dat ik ga liggen, denk ik gewoon, oh my god, niemand kan mij nu wat maken. Ik lig hier gewoon en niemand komt in mijn buurt. Oh, dat vind ik zo lekker. Ik had een vriendin die woonde heel vlak bij school. En wij gingen dan in tussenuur gingen we naar haar huis. En dan lagen we daarna, gingen we in bed liggen. En dan moesten we gewoon even slapen, gewoon even lekker liggen. En dan kreeg mijn moeder weer bericht van, nou ja, weer gespijbeld, zoveel uur op die dag, zoveel uur op die. En mijn moeder die dacht echt, nou, dat kind is echt aan het snuiven in het fietshok of zo. Nou, ik lag gewoon in bed. Ik had gewoon een frikandel gegeten bij de snackbar en daarna ging ik gewoon liggen. En dan vielen wij in slaap en dan werden we om 5 uur wakker. En dan zei ze, oh mijn god, mijn ouders komen zo thuis. Ik zei, oké, ik ga naar huis en dan weer op de fiets naar huis. Wij sliepen gewoon. Ja, heerlijk. En dat je ook dat kutsysteem, dat je dan, als je had gespijbeld, je had 4 uur gespijbeld, toen moest je er 8 nakomen. En als je dan die 8 uur had gemist, dan werd het 16. En toen werd het 32. En toen, en verder, de tafel ken ik niet. Dus op een gegeven moment moest ik bij de leerplicht komen. Oh, dan krijg je ook weer zo'n brief helemaal overdreven in de naam van de koning en whatever. En dan mijn moeder helemaal in de stress van, oh, dit kan echt niet. Ja, hoe? Oh, dit is gewoon een standaard document. En ze willen gewoon mij bang maken. En het lukt ze nog dat jij bang wordt ook, ja. Moontje en dan J-U-H, laagstreepje girls at hotmail.com. Als je 12 bent en je maakt MSN aan, dan maak je er iets kinkies van. Dan doe je niet je voor- en achternaam, dat is veel te saai. Oh, ik zat de hele dag op MSN. Ja, ik had hele relaties op MSN ook. Het was ongeveer het enige wat je had in die tijd, toch? Om contact met elkaar te houden en dan Hives. Ik had ook op een gegeven moment chatroulette. En dan gingen we gewoon op zondagmiddag met vriendinnen de hele tijd op chatroulette. En dat je ook van die mensen, die gingen je dan foppen door zo'n filmpje af te spelen van Selena Gomez of zo. Dan dacht je letterlijk dat je met Selena Gomez of One Direction zat te chatroulette. En dan op een gegeven moment had je dus 3 keer. Dan dacht je, oké, ik word dus gewoon echt fucking hard in de maling genomen. Ik heb ook veel pikken gezien op chatroulette, ja. Ja. Maar toch was het wel grappig als je het met een vriendin aan het doen was. Vond je het toch heel stiekem best wel grappig als je dan weer een pik in beeld kreeg. Toch? Ja, daar deed je het misschien toch stiekem ook. Want ja, wil je echt met een vreemd persoon uit fucking Canada die je niet kent gaan chatten? Nee, dat boeit je. Zaten we daar niet gewoon allemaal stiekem toch op voor de pikken? Je ging echt niet voor een gezellige vriendschap met een penvriendin daar. Nee, je ging echt voor de pikken. Oh, ik heb echt een keer een total freak in mijn DM gehad. Die zat dus in de inrichting. En die ging, nee, geen grap, die zat letterlijk in een inrichting. En die ging de dagen aftellen dat hij op verlof zou komen. En zei hij, ik ga naar je huis komen en als jij op vakantie wil, is dat goed, want we hebben een toekomst samen, dan pas ik wel op je dochtertje. Nou, op het moment dat je tegen mij gaat zeggen dat je wel op mijn dochtertje gaat passen en ik op vakantie kan, dan echt fucking freak alert gewoon. Dus toen had ik aangifte gedaan. Toen is de politie in die inrichting gekomen. Nou, die gozer schrok zich dood. Ik had natuurlijk nooit verwacht dat dat. Maar ja, hij ging ook voice memo sturen en dan grommend van,
nog 3 dagen. Ging die helemaal zo fucking... Nou, ik werd daar echt naar van. Rot even op. En ik ga je begeleider bellen. Jij bent echt nog lang niet met verlof, kan ik je vertellen. Wauw, echt doodziek. Ik zou heel graag dan 100 jaar verder gaan in de tijd. Omdat ik dan kan achterhalen wanneer ik doodga. En dan weet ik hoeveel tijd ik nog heb. Ik ben heel praktisch en efficiënt. Dus ik wil alles uit het leven halen. Maar ja, stel ik nog 10 dagen heb, ja, dan zat ik hier niet. Maar als ik nog 100 jaar heb, ja prima, dan kom ik volgende week weer. Ik vind het hartstikke gezellig. Ja, als ik nu zou weten dat ik morgen doodga, ja, dan heb ik echt de avond van mijn leven vanavond. En als ik het niet weet, dan ga ik straks mijn nest in. En dat is het. Nou heb ik ook de avond van mijn leven als ik in bed lig. Maar nee, ja, dan, ja, je wil dan toch... Ik wil dat wel weten. Ik vind het ook altijd een beetje mieterig als mensen zeggen... ik wil echt niet weten wanneer ik doodga. Dat wil je toch weten? Dat vind ik zo moeilijk. Ik denk dat heel veel mensen zouden zeggen van... oh, dan zou ik echt bij mensen willen zitten en dan kijken wat ze over mij zeggen. Hoef ik absoluut niet te weten. Mensen lullen toch wel. Ik heb ooit toch wel 1 keer gehad op school dat ik liep achter 2 vriendinnen van mij... Althans, ik dacht dat het mijn vriendinnen waren. En ze waren fucking hard over mij aan het roddelen. En ze hadden niet door dat ik daar stond. Het is echt heel pijnlijk als je dat over jezelf hoort, weet je wel. Maar daarom denk ik dus, zeg maar... Ik zelf praat ook vast wel eens op een bepaalde manier over iemand... waar dat voor degene echt niet leuk is om te horen als je daarbij bent. Ja, af en toe praat je even met je beste vriendin bij. Of soms, weet je, bespreek je je relatie met je vriendinnen. Nou... Dat wil je vriendje echt niet horen hoor, hoe je dan praat. Maar andersom ook niet. Je wil ook niet horen hoe jouw vriend over jou praat als je een keer chagrijnig bent in de kleedkamer. Nee, sommige dingen zijn gewoon voor een bepaald gezelschap en dat moet je lekker zo houden. Maar je zou bijvoorbeeld ook niet mensen willen hunten. Jawel. Ik zou naar Justin Bieber gaan. Maar dat zou ik dan ook zonde vinden. Dan denk ik, dan kan je het niet eens zien. Dan ziet hij mij niet. Wat heb ik daaraan? Ik wil wel gewoon een antwoord. Wil je me of niet? Ja. Ja, ja, mijn moeder stuurt me denk ik iedere week een bericht dat ze trots op me is. Ik zeg het, probeer het zelf ook echt heel vaak tegen mijn dochter te zeggen. Ik weet gewoon nog wel de allereerste keer, ik kan me dat dus echt herinneren, dat ik voor het eerst, heel raar verhaal, dat ik voor het eerst op het potje had geplast als kind. Weet ik nog dat ik naar boven keek en dat mijn vader tegen me zei, ik ben echt heel trots op je, dat heb ik echt onthouden. Dat zijn echt wel belangrijke dingen, denk ik, ook voor een kind, om te horen dat iemand trots op je is. Gewoon die, ook al heb je misschien die validatie niet van een ander nodig, ik denk dat je die als kind wel, en ook misschien als volwassene, heb je dat misschien wel gewoon af en toe ook nodig om van iemand anders te horen. Je kan wel trots zijn op jezelf, maar ja, toch is het denk ik wel menselijk om die bevestiging ook van een ander te willen.